Hey, welkom bij Beweeg met Bart. Een lang en gezond leven. Dat is iets wat veel mensen waarschijnlijk wel nastreven en jij misschien ook wel. En op dit kanaal probeer ik jullie daar een klein beetje bij te helpen door elke dag een video te posten met toegankelijke oefeningen. Die zijn bedoeld om je spieren te trainen, om te zorgen dat die spieren krachtig blijven, groot blijven. Want uit onderzoek blijkt dat dat een van de factoren is die de grootste invloed heeft. Een grotere invloed dan andere factoren, zoals bijvoorbeeld wat je eet, wat je drinkt of bijvoorbeeld roken. Bewegen, dus het trainen van die spieren, heeft echt een grote invloed. En dat is logisch ook, want we zijn als mens eigenlijk gemaakt om te bewegen. En als je minder gaat bewegen, dan gebruik je je spieren minder. En dan worden ze elke dag een stukje kleiner en kleiner en kleiner. Use it or lose it, gebruik het of verlies het. En misschien zal je zeggen, ik hoef helemaal geen 100 te worden. En dat begrijp ik ook, dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat vooral over de kwaliteit van je leven. En vooral die kwaliteit, daar heb je zelf een invloed op door je lichaam sterk en gezond te houden. Naast voldoende training, dus je spieren laten werken, is het ook belangrijk om te letten op een gezonde voeding. Dus zorg er daarbij voor dat je vooral als oudere voldoende eiwitten opneemt en ook voldoende vitamine vanuit plantaardige voedingsmiddelen. En daarnaast is het ook belangrijk om je stressniveau te reduceren en te zorgen voor een goede nachtrust. En op die nachtrust trouwens heeft dit bewegen, de oefeningen die we hier gaan doen, ook alweer een positieve invloed. We gaan erin vliegen. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! En in de training van vandaag komen verschillende delen van je lichaam aan bod. Je mag starten met het zijwaarts tikken. 2 keer aan de ene kant, 2 keer aan de andere kant met je voet. Je mag dit trager doen dan wat ik het doe. Of even snel. En dan bij elke tik mag je een box geven naar de andere kant. Ja, box en box. Heel goed. Rustig aan. Beetje warm raken. Ja, je hoeft niet heel ver te tikken. Kijk maar hoe ver je kan gaan. En die boxbeweging, die maak je zelf ook zo groot als je zelf wil. Heel goed. Heel goed. En dan gaan we nog 1 keer met deze hand. En dan zitten we alweer aan onze volgende oefening. Daarbij ga je je ellebogen hoog brengen. Ja, en dan ga je ze sluiten. 1, 2, 3. En dan gaan we ze omhoog heffen. Heel goed. En dan gaan we weer 3 keer sluiten. 1, 2, 3, open en dan brengen we ze naar boven. Heel goed. 1, 2, 3, we zijn open en we gaan omhoog. Heel goed. Heel goed. Houd vol. Rustig aan. Haal je ellebogen hoog. En strek omhoog. En rustig zakken. Kom maar. 1, 2, 3. En we gaan omhoog en dan gaan we er nog eentje bij doen. 1, 2, 3. We gaan open, omhoog en dan mag je rustig zakken. Alright. Heel goed. Dan ga je naast je stoel staan. Zoek een beetje steun bij die stoel. Want we gaan een lunge doen, dus naar voor stappen. Je neemt het been aan de kant van de stoel. En je gaat daarmee een stap zetten naar voren. En dan ga je een beetje door je knieën. Steun op je stoel ondertussen, dan kom je terug rechtop en stap je terug achteruit. Heel goed, dat gaan we dan opnieuw doen. Neem een comfortabele grote stap, niet te groot, maak hem zo groot als dat jij wil. Ja. En dan herhaal je die beweging nog eens op je eigen ritme. Door de knieën gaan zo ver als dat je kan. Je mag dieper gaan, maar je hoeft niet dieper te gaan. Je zal merken dat je misschien na een paar weken deze lunge beter kan uitvoeren. Heel goed. We gaan er nog 2 doen. En dan gaan we dezelfde beweging herhalen aan de andere kant. Dit is dus de laatste. Oké, heel goed. En dan ga je rustig naar je andere kant van je stoel. Een stap nemen. Een beetje naar beneden. En terug rechtop komen. Ja.
beetje naar beneden en terug rechtop komen. Als je voelt dat je verder kan gaan, mag je dat proberen. Ja. Maar zorg dat je goed in balans staat. Je kan ook kiezen om tussen twee stoelen te gaan staan. Zodat je op je twee handen kan steunen op die manier. Heel goed. En dus je achterste knie, die gaat eigenlijk een beetje naar de grond toe. Heel goed. Heel goed. We gaan er nog eentje bij doen. En dit is de laatste. En dan mag je op je stoel gaan zitten. Op die stoel gaan zitten. Zitvlak een beetje naar voren. We gaan de voeten tweemaal heffen. Dus op die manier. 1, 2. En dan ga je recht komen in je squat. Volledig goed uitstrekken. En dan terug gaan zitten. Zorg ervoor dat je op het voorste deel van je stoel zit. Ja, dus twee keer de voeten heffen. 1, 2. En dan rechtop komen. Ja. Als je recht staat, kan je die handen dan naar voren brengen. Dan maakt het iets makkelijker om rechtop te komen. En als je je voeten heft, mag je tegen de leuning leunen. Maar dat hoeft niet. Heel goed. Twee keer de voeten heffen. Opnieuw. En rechtop. En we gaan nog één keer herhalen. Twee keer heffen. En rechtop. En dan mag je blijven recht staan. Heel goed. En dan ga je één flesje erbij nemen om te beginnen. Nee, sorry. Je mag twee flesjes doen. En dan gaan we twee flesjes erbij nemen. En die flesjes die ga je voor je houden. En je gaat vanuit je polsen de flesjes omhoog brengen. Dus enkel je polsen brengen die flesjes omhoog. En je bent hier eigenlijk je voorarmen aan het trainen. Ja. 4, 3, 2, 1. Je mag ze heel even neerzetten. Want dat wordt al zwaar. Even schudden. Dan gaan we dat nog eens doen. Heel goed. Die voorarmen trainen. Dat is ook belangrijk. Die sterk blijven. 3, 2, 1. En rust. En dan gaan we vanuit deze positie. Voeten. Gewoon voorwaarts, benen een beetje geplooid, mooie rechte rug, ga je roeien. Dus de flesjes zijn voor, je trekt ze naar je toe. Ja. Heel goed. Ellebogen, die mogen tot achter je rug gaan. En als je dit moeilijk vindt, mag je dat ook gerust al zitten doen op een stoel. Ja. Oefening voor de rug. En voor de armen ook wel. Tweehandige roeibeweging. Heel goed. Kom aan. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En rust. Heel goed. De flesjes mogen even aan de kant. En dan ga je met je gezicht naar een muur staan. Of achter je stoel staan. Kan ook. En dan ga je één been kiezen. En met dat been gaan we elke keer de hak heffen. Ja, de hak heffen. Heel goed. Dit is eigenlijk ook een biceps curl die we normaal met onze arm doen. Want we hebben namelijk ook een biceps in ons been. De biceps femoris. Biceps betekent tweehoofdig. Dus dat is een spier met een dubbele aanhechting. Dus je heft je hiel elke keer. En dan gaan we even ademen. En dan gaan we wisselen van been. Ja. Andere kant nu. Hiel heffen en neerplaatsen. En neerplaatsen.
Ga zo hoog als dat je zelf kan. Heel goed. Je doet het super goed. Kom aan. Hou het vol. Niet eenvoudig deze oefening. Je isoleert echt die hamstrings. Heel goed. Nog 3, 2, 1. Rust. Als je last zou hebben bij deze oefening, moet je even die spier rekken. Dat kan je doen door je voet op een trapje te zetten. En zo die spier een beetje te laten rekken. Ja. Voor de mensen die tijdens de oefening last zouden krijgen in die spier. Laatste oefening voor vandaag is een gewone squat. Squatten doen we heel vaak. Vind ik een heel belangrijke oefening. Waar je heel veel been- en bilspiersegmenten traint. Dus we gaan achter onze stoel staan. Heel stabiel. We gaan rustig door de knieën. En we komen rustig recht. Heel goed. Heel goed. En duw het uit. Probeer je knieën niet te veel naar voren te laten gaan. Dus je zit vlak goed naar achter. Mooie rechte rug. En zorg dat je stabiel staat. Heel goed. Kom maar. Dit zijn de laatste 10 seconden. Dus dat betekent nog 4 squats te gaan. Nu nog 3. Nog 2 squats. Dit is de laatste. En dan zit het erop. Fantastisch goed gewerkt weer voor vandaag. Proficiat dat je erbij was. Probeer er morgen weer bij te zijn, zodat je niet te vaak mist. En zodat je echt een goede gewoonte opbouwt. Want het is eigenlijk ook maar 10 minuten die jij moet investeren om je op termijn echt wel beter te voelen. Geef een like als je de video leuk en nuttig vond, als ik het verdiend heb. En dan zie ik je heel graag morgen gewoon terug.